We staan hier bij start-finish van het huidige TT-circuit. Maar het aardige van deze startstreep is dat die er ook al in 1926 bij de tweede TT was. Zo zie je maar, er is heel veel veranderd aan het TT-circuit in de loop der jaren. Het heeft natuurlijk ook een lange historie. Maar goed, één ding is dan gelijk gebleven, althans vanaf 1926. En dat is de locatie van de start-finishstreep.